Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op CavRides. De enige echte natuurlijk. Nou jongens, we zijn weer bij de vlog der vlogs van het jaar. De Walibi Friday Nights. Ja, we zijn er weer. 2024 editie. En ons vierde Halloween evenement alweer. Zo, gaat snel maar. We komen, ja, het gaat heel snel. Het is pas begin oktober. Hmm. Dus eigenlijk is het pas net begonnen voor ons. Maar ook weer niet. Want het is het vierde Halloween evenement. En dat is de Friday Nights. Ja, het is toch al het Halloween evenement der Halloween evenementen, denk ik. Of niet? Zeker. Vind ik wel. Vind ik van de afgelopen jaren wel. Dit jaar moeten we even kijken hoe het is. Gisteren komen we nog uit Toverland. Vonden we een beetje allemaal van hetzelfde. Ja. Je hebt het kunnen zien. Vanavond gaan we vier kijken. Ik ben benieuwd. Alleen, ja. We hebben één ding nog niet geregeld en dat is de planning. De planning, ja, daar moet even naar gekeken worden. Ja. Even naar gekeken worden. Ja, er is veel te doen en veel te zien weer. Een nieuw spookhuis, nieuwe scares, ja. Een nieuwe... Ja, ze hebben wel nieuwe dingen dit jaar. Dus, en dat had Toverland iets minder. Dus we gaan kijken hoe het dit jaar weer allemaal gaat verlopen hier. En nou, één ding is opnieuw dit jaar, dat is de security. Security, ik ben zelf de security. Zeker in Walibi Holland ben ik zelf de security. Wat is er nieuw aan dan? Nou, dat je helemaal gefouilleerd wordt tegenwoordig. Ah, was het afgelopen jaar? Nou, afgelopen jaar. Ik kan me niet herinneren dat ik gefouilleerd werd, joh. Het is helemaal, ja, tascontrole, dat was sowieso om. Alleen met Halloween. Door het jaar heen is dat niet. Bij de Six Flags Park in Amerika heb je dit wel overal. Maar hier is het ineens, ja, gefouilleerd. Nou, om nou te zeggen dat we goed gefouilleerd zijn. Nee, ja, ik heb dat, een mes mee kunnen nemen in mijn S. Dat wou ik net zeggen, dat, daar zijn de meningen over verdeeld. Heb je zonnebril mee? Zeker wel. En ik heb de echte mee ook. Ja, de echte, de enige echte. Nou, ik heb die niet eens. Gino, ik zie wat jij niet ziet. Ga maar aan, de Stitch. Nee, het is onze planning. Ja, hier is hij. Lars is er ook bij vandaag. Zo jammer weer. Ik heb het nog niet eerder gehoord. Nee. Ja. Het is zo jammer weer wel. We waren op zoek naar onze planning. Nou, hier is hij. Gisteren hadden we geen planning. Nee, alles liep weer in de soep. Alles liep weer in de soep. Ja, nou, je kan het ook zien aan vandaag. Jullie zijn hier pas om 4 uur. Ja, inderdaad. Jullie hadden weer geslapen tot 12:30. Ik heb alles al kunnen doen. Ja, het is 12 uur afgesproken. Het is ook zo standaard. We zijn altijd te laat in een park. Ja, weet je wat de grap maar is? We dachten eigenlijk al dat we te laat zouden zijn voor onze eerste spookhuis. Nee. Maar dat is nog niet, want die is pas om 4 uur hadden we gezien. Ja. De grap is, vorig jaar hadden we hetzelfde probleem. Toen waren we een half uur te laat in Slaughterhouse. Ja, en toch ingepunt, hè? Ja, dat kan allemaal. Ja, mensen, normaal gesproken laat ik jullie altijd het speelterrein voor vandaag zien. De plattegrond en de planning en zo. Maar de planning loopt hier langs mij. Het is Lars. Ja. Lars, heb jij een planning gemaakt? Qua attracties niet, spookhuizen wel. Oh, spookhuizen. Ja, ik heb de planning van attracties al en je gedaan. Moet ook de scarezones allemaal inplannen, Lars. We hebben veel op de planning vandaag staan. Nou, we hebben vandaag wel maar 3 spookhuizen. Of 4, ik weet niet precies. Dus we hebben in principe veel meer tijd nu ook voor scarezones. Ja, we weten nog niet precies of dat we nog een spookhuisje bij gaan boeken vandaag. We hebben er voor nu hebben er 3 gereserveerd. Om dezelfde reden eigenlijk als in Toverland zit wel een verhaaltje aan vast van joh, waarom doen jullie niet alle spookhuizen? Heel simpel, we hebben uitgerekend wat het zou kosten om alle spookhuizen die ze dit jaar aan te bieden hebben te doen. En dat is gewoon, we kwamen uit op ongeveer rond de €130. Nou, volgens mij is Walibi zelfs duurder. Nee, dat heb ik vanmorgen uitgerekend. Dat is €130, dan kun je alle spookhuizen doen, alle belevingen. Dus ook de Clinic en Slaughterhouse erbij. Maar wat is al duur geworden? Eigenlijk gaan we naar de bar gingen. Nou, in dat geval even omkeren. Even omkeren. Ik dacht dat. Dan zei ik naar links. Hey, dit is de eerste planning al, Lars. Goede planning. Ja, goede planning inderdaad. We starten met een goede planning. Nou, jij trakteert, Lars. Ja, dat dacht ik niet. Nou, jongens, kijk eens aan. We zijn bij de eerste attractie aangekomen van de dag. En dat is natuurlijk. De Biros. Ja. Ja, het is dit jaar een nieuwe slogan. Cheers to Fears. Nou, betere slogan konden ze niet bedenken, denk ik. Nou, cheers. Ja, cheers. To the Fears. To the Fears. Is het nou cheers of fears? Nee, het is to. Oh. Zo jammer weer. Is het nou festival of is het freaks? Ik denk freaks. Tenminste, ik hoop dat er freaks komen. Ik ben ook een freak. To the Fears. Hell to the Fears. Jullie zullen ook wel denken. Komen ze in een pretpark gelijk weer zuipen. €5,50 jongens, €5,50. Het is niet eens een halve liter. Hè? Zonder statiegeld, hè? Voor heel dit beetje. Wij hebben €7 moeten betalen. Ja, dit is een souvenirtje. Tegenwoordig krijg je alles in plastic, hè? Als je ervoor betaalt. Ik vind het wel een leuke beker. Nou, leuk voor je. Ja. Wat ga je ermee doen, Lars? Ondertussen hebben wij een hele verzameling thuis met dit. Mm. Al die bekers die vergeten iedere keer in te leveren. Dat is oprecht. Ja, leuk. Ik heb gewoon een hele plank vol met allemaal gewoon van dit soort
bekers erop, zeg maar. Met allemaal, ja, ook van Europa Park en zo. Maar ja, boeien. Wij gaan even naar de eerste attractie. En dat was natuurlijk, ik bedoel, de bier. Nou Lars, waar gaan we nou naar kijken? Wij hebben ons mee naartoe genomen. Ja, dit is de Speed Zone of Rome, maar ik weet niet hoe deze zone heet. Volgens mij heeft hij geen naam namelijk. Oh, ja, we zijn dus nu op de Spooky Days. Die missen we ook bijna elk jaar, omdat we zo laat komen. Nu weer. En nu krijgen we toch een soort van half mee. En dit hoort dus bij de Spooky Days. Ja. Wereld kapot. Wereld kapot. Ja, camera, plam. Oh. Plam. Vloera. Plan Tuki Lasta Tukta Wereld. Opidata. Ja, hij ziet, hij ziet. Lotto. Utipa. Wereld kapot. Wat? Wereld kapot. Kapot. Ik weet niet wat ik hier meemaak. Ik weet het ook niet. Kapot. Het enige wat ik hoor is Max en Moritz. Alles kapot. Alles kan kapot. Alles kan kapot. ik vind altijd die Spooky Days hier dus best wel lachen. Dus, het is allemaal heel random. Je hebt echt geen idee waar je aan het kijken bent, maar het is gewoon grappig. Het is gewoon lollig. En zeker als je een biertje op hebt, of niet Lars? Ja hoor. Oude zuiplap. Ach, kijk naar jezelf. Hé, je mag weer drinken hè Lars. Ja, hier wel. Je mag weer drinken. Picato! Wat is er nou weer? Oh, Picato. Ga de foto maar. Gaan ze me natekenen? Dat is gewoon de foto. Dat is gewoon de foto. Zeg me dan, dodo, ja hoor. Oh, dodo, boy, boy, boy. Ja, dat is weer jammer, hè. Oh. Oh. Nu gaat het komen. Oh. Nou, dat zou ik net zeggen, ik zou er wat mee doen. Oka, Uta first you. Go talent ook. Oké, bo. Ja. Laten we meteen doorgaan, leg hier. Dat blij doen. Ik kan niet aan. Ja, dit dus, ik kan hier wel om lachen. Ja, toch? Ja, voor kinderen hartstikke leuk. Nou, dit is dus wel weer heel anders dan bijvoorbeeld in Toverland. In Toverland vind ik dit dan, zeg maar, is echt gericht voor kinderen. Maar hier doen ze het wel een beetje voor alle leeftijden. En sowieso, je weet al, in Walibi loopt iets ouder volk, iets ander volk dan in Toverland. Ook voor die mensen is het gewoon hartstikke leuk. Of niet? Ik mis het wel. De laatste video waar ik in zat was Amerika. Een Halloween evenement liep ik in mijn t-shirt. Ik heb het nu gewoon koud. Ja, we hebben het nu gewoon in een winterjas. Ja. Dat verschil in 3 weken. Wat is het? Dat is echt heel erg groot verschil. Nou, over Amerika gesproken. Ja, we zijn natuurlijk in Amerika geweest, jongens. Dat is wel even leuk om te vertellen. We hebben er nog helemaal niks over verteld eigenlijk. Amerika, we hebben er gevlogd. En we hebben er een serie opgenomen. Ja. Kunnen we toch wel zeggen. We hebben een serie. Nou, weer omver gelopen. Ja, we hebben een serie opgenomen. Vertel er eens wat meer over. Nou ja, wij dachten, is het niet leuk om een keer de complete reis te filmen? Dus ook alle stukken van de heenvlucht, het vervoeren van park naar park. Waar we buiten de parken geslapen hebben, wat we hebben gegeten. Dus hebben we een hele serie van gemaakt. Alleen om zo'n hele serie te gaan monteren. Want we hebben een maand lang aan beeldmateriaal. Daar ben je wel even mee bezig. Dus het komt online, jongens. Het komt online. Het heeft even geduld. Het heeft even tijd nodig. En sowieso, het is natuurlijk oktober. Het is Halloween maand. En dat krijgt voor nu even de voorrang ook. Dus de komende maand gaan jullie sowieso alleen maar Halloween zien. Kerst komt er ook aan. Dus hou er rekening mee dat Amerika, dat jullie dat pas in 2025, voorjaar van 2025, een beetje, dat het dan online gaat komen. We hebben gevlogd, we hebben een serie opgenomen. Hilarisch. Is het niet leuk? We hebben een trailer gemaakt. Is het niet leuk om die er nu in te plakken? Om die nu in te plakken? Ja, die muurtje in de vrijdagsvlog. In deze vrijdagsvlog. Ja. Oeh. Jongens. Nou, dat is een primeur hoor. Ja, toch? Ja. Onze American Dream. Ja. Oi, 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 oi. Nou, de trailer komt nu. We zijn onderweg, de droom komt nu tot leven. Van New York naar Vegas, het avontuur is gegeven. Achtbanen vliegen, de wind door ons haar. Onze droomreis wordt eindelijk waar. Eindelijk vervullen we onze American Dream. Pretparken bezoeken met een waanzinnig team. Van Disney tot Six Flags, de lol is enorm. Samen op avontuur, dat is onze norm.
20 pakken, de ritten gaan snel. Hamburgers eten en lachen als een stel. Herinneringen maken, dit is ons moment. Met vrienden voor het leven zoals iedereen kent. Eindelijk vervullen we onze American Dream. Wij pakken bezoeken met een waanzinnig team. Van Disney tot Six Flags, de lol is enorm. Samen op avontuur, dat is onze droom. Ja, leuk dit shot, die van mij is zo op. Ja. 100. Ja, leuk hè? Dat wordt leuk. Zeker. Voorjaar 2025. Ik zou kijken. Ik zou zeker kijken. Ja, dat wordt spectaculair jongens. Amerika. We hebben er gevlogd, we hebben er een serie opgenomen. Maar dat zien jullie al pas in het voorjaar van 2025. Maar nu gaan we weer verder met de Fright Nights. Ja, we gaan een, ja wat is dit? Een spooky scare zone overdag voor de spooky days. Nee, het is, in de avond is het dus een scare zone. Maar vroeger was er dus eigenlijk heel de dag overdag helemaal niks te doen. En tegenwoordig sinds de afgelopen jaren hebben ze nou spooky days. Ja, niet helemaal waar. Heel vroeger was dit eigenlijk al, maar het is een aantal jaar weg geweest. Oh, nou komt er Halloween-informatie. Ben jij Fright Nightspedia? Nee, dat niet. Oh. Nee, ik blijf gewoon Ameripedia. Wat? Amerikedia? Ameripedia. Amerika. Nou, wat staat er op die grafsteen? Kevin! Staat daar, op dat graf. Kevin! Nou, je kan me opscheppen. Waar is het nou? Oh, dat zie je. Ik schrok toch eigenlijk wel een beetje. Ja, ik schrik gewoon veel te snel. Lekker scheppen. Kijk, we zijn bezig met die nieuwe achtbaan aan het bouwen. We zijn een kel aan het graven. Zo bijna je voet eraf. Ik dacht dat het spooky deze was. Ik ga gewoon met de schep over de grond. Ja joh, het wordt steeds enger joh. Nou, en deze zon is uitgebreid hè Lars? Vertel daar eens wat over. Nou, uitgebreid niet echt. Er staan wat meer kruis in het water. Kijk, wat staat er op die grafsteen? Kevin. Kevin! Ja, dat was net hier. Dat was hier, ja. Wat zit dan weer? Wat dat is. Kijk, ja. Wat dat is. Ja, wat is dat? Waar zit je op? Het bed van Luna. Het bed van Luna? Ja. Heel leuk. Ga zo slippen sluiten en dan al het verband af. Dat is nog het enige wat over is van Luna. Roefers. Luna even school. Luna even les. Oh. Wat jij doet hier? En wat is Luna dan? Luna is vampier. Oh, een vampier. Ja. Met nu bijtles. Ja. Bijtles? Ja. Nou. Nou. En dan had je hem eigenlijk moeten houden, hè, Lars? Nou, de weg moeten lopen. Jij kent Roefers? Nee, Roefers? Ja, was alleen gisteren dat. Roefers. Maar Roefers dood, ik praat Roefers. Victor. Lars. Victor. Roefers. Ja, Roefers dood. Roefers niet praat, ik praat. En wat is Roefers dan? Roefers? Ja. Roefers was lunch, Luna. Oh, lunch. Dus wij bewaren. Wij leuk, hè? Wat is leuk? Roefers lunch, Luna. Ja, dit is van Luna. Luna het vampier. Dit is haar lunch. Inderdaad. Bas. Ze drinkt bloed en eet was haar lunch. Ja, heel goed. Heel goed, ik ja, ik goed, hè? Ik ja, je wordt wel steeds slimmer. Ik keer jou. Moet je even slimmer? Jou. Wow. Hij wordt steeds slimmer. Ja, hoor. Wow. Zeg maar, bijt Luna. Is ja, Luna heeft bijtles. Bijtles. Ja. Is het zo? Ja. Nu al? Ja. Dat is vroeg eigenlijk bijtles. Want zij bijt alleen 's nachts. Ja, maar zij moet oefenen, zodat 's nachts zij kan bijt. Maar zijn jullie een beetje goed bloed? Wat is jullie bloedtype? Ja, is niet goed. Dus helemaal vergiftigd gewoon. B positief. Ja, eerder negatief denk ik. En een A, B of O. O denk ik. Nou. Kijk daar. Oh. Oh. Hey. Jij probeert het. Nee, ik voor ze mooi om dood te gaan. Nee, Lars gaat voorop. Ja, Lars jij gaat voorop. Ja, Gina gaat voorop. Oh ja, jij gaat voorop. Oh. Dit is niet goed voor mijn hart.
Van waar doe ik nog dit eigenlijk? Maar dat weet ik niet. Nee. Ah, kom! Kom dicht. Nee, ik ga niet blijven staan. Stop al op de pit, Nicolai! Ja, ja dat was bijna het einde van je leven. Ja. Ja. Ik zat er ineens mee. Nou, dat is Luna. Oh, dat is Luna. Amateurs, Luna wel. Ik heb lunch gesproken. Ik begin ook wat gek te krijgen. Ja, in dat geval, dat is eigenlijk Lars' tekst. Ja. Jouw tekst, dat zie je. Nou, gisteren was het vooral Nick heel erg. Die wilde continu eten. Ja, dat is een beetje de vervanger van Lars. Nou, ja, dit soort dingen, ik vind het hartstikke grappig. Ik vind het leuk, ik vind het lekker random. Heerlijk. Spooky days, is zeker de moeite waard om even te doen. En we gaan, gaan we er nou nog eentje zien, Lars, of wat gaan we doen? We gaan even zo naar rechts, gaan we naar Tangle Twix en dan gaan we de andere kant op. Tangle Twix, lekker. Ik lust wel een Twix. Ja. Jezus, wat lelijk zeg. Ik vind het niet heel mooi. Nee, ik had het over dit. Hè? Zo lelijk weer. Ja, ik heb het over dat logo daar, Lars. Oh. Ja. Of je had het over dit logo? Ja. Oh. Tangled Twix. Ik dacht dat je een Twix bedoelde als in chocola, Lars. Het is niet altijd eten, hè? Ah, het is zo jammer weer dit, hè? Zo disappointing weer. Zie je hier ook Spooky Days? Ja. Ah, we gaan even bij Spooky Days kijken. Ah, hier was toen Alice in Wonderland, toch? Ja, klopt. Die is er niet meer. Die is er niet meer? Nee. Waren die hekken vorig jaar dan open? En in plaats begon die over een hekkie. Ik zeg, hekkie? Ik zeg, man, ik zeg, godverdomme, goed door je hoofd. Ik zeg, vaal hem af, kees met je hekkie. Vorig jaar stond hier toch ook gewoon, dan kon je ook in die huisjes. Dat was toen met Spooky Days, werden we opeens in een huisje gestopt. Ik heb echt geen idee meer eigenlijk. Moet je de vlog terugkijken, Lars? Ik ga je toch geen views geven? Zo jammer weer. Hier staat Merlijn. Ja, ik denk het. Hartstikke leuk dan. Hallo. Ben je er nou weer? En dan kijk ik zo jammer weer. Wat is dat? Dit, zijn camera. Nee hoor. En mensen zeggen altijd dat een camera zo groot is. En dat is zo groot. Ja, ze worden steeds kleiner, hè? That's what she said! Oh, dit is de lens. Hoi lens. Ik ben Madelief. En dit is mijn toverstof. Hoe zijn we toch in Toverland? Zijn we toch in Toverland? Nee, maar we zijn wel bij ons huis en hier wonen de magiërs. En ik ben de dochter, nou ja, een van de dochters. Dus we zijn eigenlijk in Magierland. Magierland? Ja. Nou, zeggen ze wel anders. Het is een heksje. Oei. Zij denken dus dat het heksenland is, maar wij zijn hier langer. Oké. Ja. En wat moeten we nou doen? Nou, ik hou heel erg van spelletjes, dus we kunnen spelletjes. Ik heb vandaag steen op je schaar ontdekt. Steen op je schaar? Ja. Oh. Dan mag jij wel even uitoefenen. Kan deze nergens kwijt? Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Oh, oké, bijna gewonnen. Steen, papier, schaar. Oh, weer bijna gewonnen. Oké, niet nog een keer, hè. Oké. Steen, papier, schaar. Oh ja, kijk, daar vind je het meest. Oei. Toch nog wat te leren dan. Ja, helemaal niks. Ja, nou ja, je hebt het op beeld, denk ik. Dat is hartstikke. Wij kennen ook een spelletje. Kan je toversprekken zien? Ja? Oh ja, dat is ook een goeie. Ja. Okay, tover hem weg. Roos! Doe even, Lars. Nou, vooruit. We gaan je eindelijk wegtoveren. Roos! Gaan we hem wegtoveren. Op het podium. Oh. Op het podium. Ja, dat is het. We gaan hem wegtoveren op het podium. Oké, zet jij hem dan even neer? Ja. Ga ik kijken. Kom. Ja. Ga jij kijken? Goed idee. Goed idee, ja. Ik vond die jongen af. Ja, tover hem weg. He. Ja, we hopen het elk jaar al dat hij weggetoverd wordt in Walibi. Lief, later, hier is het Ah, Lars, kijk nou. Je voelt je nou net Moana, Lars. Ik zag de knop al, maar dit had ik niet verwacht.
Ja, dat was een mooie... Ja, maar hij is er nog steeds. Ja, maar het is een spel die duurt eventjes. Er zit nog een foutje in de toverspreuk, denk ik. Nee, je bent nog nooit zo nat geweest, Lars. Over 2 weken is hij weg. Over 2 weken is hij weg. Het is een langzaam durend spreuk. Nou, Lars, ik kan niet wachten. Ik ga de dagen alvast aftellen. Oh, ik ga maar dag zeggen dan. Ja. Dag. Nou, Lars, ik ga hem toch een keer gooien. Ja. Jij bent nog nooit zo nat geweest. Nee, dat en klopt. En dat door een meisje. Ah! We zijn bij de piraatjes. Nou, hier gebeurt nog niet zo heel veel. Het is wel een van de mooiere zones in de avond. Ja. Ik heb het idee dat het elk jaar ook een beetje aan het upgraden is. Ja. Dus ik ben wel weer benieuwd. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Ik denk Festival of Freaks. Ik weet nog steeds niet. Festival of Freaks. Zullen we dan eerst in de festival gaan en daarna in de Freaks? Ja, dat vind ik goed. Ja? Hallo vrouw. Nou jongens, het zonnetje begint gewoon te schijnen. Is dat even lekker? Mijn winterjas aan, het zonnetje erbij. En heel verraderlijk, was gisteren ook in Toverland. Mensen denken overdag, oh wat is het warm, die winterjas, zo niet nodig. Wacht maar in de avond jongens, koud dat het is. Ijskoud. Gisteren ook, we hadden het ijskoud. Maar ik had gelukkig winterjas aan. Ik niet. Jij niet, jij hebt weer geen winterjas aan. Ja, ik heb een trui eronder dit keer. Wat voor trui, Hard Rock Café. Nou, ik had het nooit verwacht. Het is heel ongelijk. Ik ben met deze keer in Amerika niet eens geweest. Wat is dat nou? Lars, wat een slechte planning. Nou, we zouden naartoe gaan, maar wel een beetje weinig tijd toe. Ah, helemaal al gelijk een spoiler. 100. We gaan echt als een sneltrein. Nu al gaan we naar Festival of Freaks. Je weet toch? Festival of Freaks. Nou, het is steeds een festival, man. Wie zijn de freaks dan? Wij zijn de freaks. Sowieso, wij zijn de freaks. Misschien ben ik jullie op de foto. Ja hoor. Ja, waar zijn we nou weer beland? Ik denk als ik dit zo zie dat het toch festival is. Toch festival, ja? Nou, ja. Ik denk dat het vanavond freaks is, maar nu is het nog festival, denk ik. Ja, denk dus er gebeurt nog niet zo heel veel. Er wordt wel een goede foto gemaakt daarboven. Het is gewoon een foto. Kijk even backstage van de socials, denk ik. Nou jongens, net echt. Ja, ik vind dit altijd wel een van de grappige zones. Waarom? Hier zijn ze zo lekker sarcastisch. Hier mogen ze praten. Hier mogen ze praten en... Ik hou van sarcastisch zijn. Ja, dat ben ik altijd, sarcastisch. Of niet, of ik meen het gewoon. Ja, een van de twee. Moet je zelf maar uitvogelen. Hé, wat gaan we hier doen? Wat gaan we hier doen eigenlijk, Lars? Nou, dit is ook Spooky Days. Spooky Days. Ik zie wel al, een nieuw podium. Oh! Nou, het is een podium en daaronder zit een bar. Wat goed. En de wijnvaart. Kijk even, jongens. Ook 7 euro voor een biertje betalen. Ja, die bierprijs zijn hier... We gaan even een kijkje nemen. Ja, ik lust er nog wel één. Ik wou net zeggen... Zo'n spookhuis in. Nou, dat zou ik zeggen. Hier verkopen ze pas bier vanaf 6. Of 6. Dat zou dan. Dan gaan we okay. Hier. Oké. Annulee. Dan hoef ik niks. Okay, dan, mensen. We staan hier bij de kliniek. Ja, dat is een spookhuis wat we niet gaan doen dit jaar. We gaan hem wederom overslaan. Waarom? Hij is leuk om te doen, maar ik zou hem niet te vaak doen. Want je weet dan te veel wat er gaat gebeuren. Hij moet een beetje uniek blijven, een beetje speciaal blijven. En niet alleen dat, hij is heel erg duur geworden. 21 euro online prijs, wat je hier in het park betaalt, nog meer. En de Slaughterhouse, hetzelfde verhaal als dit jaar, echt zo duur geworden. 22,50 euro betaal je voor de Slaughterhouse. In het park zelf 25 euro. Niet normaal hoe duur die spookhuizen aan het worden zijn. Als je ze alle twee wil doen, ben je gewoon bijna 50 euro kwijt. Ja, dat is absurd. Dus Slaughterhouse, ik moet je wel zeggen, ik denk nog steeds dat het wel een van mijn favoriete huizen is. Het is mijn favoriete nog steeds. Ja, die ik ooit heb gedaan. Het is niet dat het een slecht huis is, maar het gaat mij puur gewoon om het geld. Dat best wel gewoon duur aan het worden is. En dat je dat gewoon ook een beetje speciaal moet blijven. Daarom slaan we waarschijnlijk dit jaar gewoon over. En doen we misschien volgend jaar weer. Maar we gaan nog wel. Waar gaan we naar doen, Lars? In de villa. We gaan langzaam onderweg naar de villa. Oei. Nog Nightmares mee. Die is ook nog overdag. En dan hebben we alles in Spooky Days volgens mij wel. Ja, en de Wicked Woods? Gaan we ook niet doen. Nee, Wicked Woods gaan we niet doen. Nee. Vorig jaar was daar ook iets voor Spooky Days, maar nu Oh, oké. Okay. Zo jammer weer. Nou, Lars, waar zijn we nou weer beland? De Nightmares, de overdagversie. De Nightmares. Ja, is ook nieuw sinds vorig jaar op deze locatie. En overdag zit hier dus ook Spooky Days. Eigenlijk overal waar s'avonds ook Friday Nights is.
En dit hebben we vorig jaar ook helemaal gemist. Ik heb geen idee wat hier loopt. Poppetje, Cookie Monster denk ik. Jij bent zelf Cookie Monster. Ja, een beetje wel ja. Ik hou wel van cookies. Ja, dat zie ik. Ja, hij houdt ook van cookies hoor. Nou. Hij is wel iets minder te zien dan bij jou. Oei. Oei, ik word hier helemaal geroost. Wat is het nou weer, joh? Ja, en terecht ook. Oei, we gaan... Jij mag niks Oh. Je ziet ook niet toch die rode zonnebril weer, hè? Kerstboom met groen en rood. Ja. En witte schoen. Helemaal mooi. Wit mooi? Ja, toch? Daarna. Ik vond het 100. We willen hem niet meer, ja? Ja, 100. Of ik maar... heb nog liever jou denk ik. Ja. Ja, weet ik niet. We moeten gewoon door, denk ik. Ja. Nieuw dit jaar is de spiegel. De spiegel? Ja. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Oh, why not? Wie is de lelijkste van de land? Jij kan je dus ook een grote rol. Ja, 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 zeker, zeker. Ja? Yo. Het moet niet gekker worden, nee. Straks zullen jullie nog alle buigingen van mij. Ja. Kunnen jullie ook buigen? Zeker. Het moet dieper. Dat zijn de eerste namen. Nee, dit is pink en leeg. Ja. Ja. Buigen. Ja. Zo lelijk ben ik niet. Dus nee, ik wou net zeggen. Waar? Ja. Benen kruis. En dan zo. Kijk, dat is toch al 10 keer mee. Doe het nog eens. Ja, zes met. Kom volgende week terug en dan doen we het weer. Maar ook met de mopsbal zo meteen. Nou. Doe maar even oefenen. Nou jongens, we zijn veel te laat aangekomen bij de villa. Villa, ik dacht dat we in de splash battle gingen. Nou, nee hoor. Die sla ik lekker over, Lars. Vind je het erg? Nou, vooruit dan. Ja. Nee, de splash battle, mij niet ik kan me eigenlijk ook niet heugen hoe lang het geleden is dat ik hierin ben geweest. Echt, misschien wel 10 jaar geleden. Zo helemaal dranghekken voor geplaatst. Want ja, hè. Anders is er allemaal weer een debiel die hier het water in springt. Jezus, we moeten helemaal lopen, Lars. Ja. Zo ben ik nog nooit... Ik wou net zeggen, zo heb ik nog nooit naar de villa gelopen. Nee, dit is sinds vorig jaar volgens mij. Oh, wat een armoe. Nou, jongens, de villa staat gelukkig geen wachtrij voor. Ja, toch ben ik altijd wel het meest bang in dit spookhuis of zo. Ik vind hem het best van de standaard 4. Ja, maar dit is allemaal zo herkenbaar, dus hier je kent de films en. We gaan hier sowieso schrikken. Het is een kleine rij, dus ik denk dat het sowieso geen polonaise is. Oké. Okay. Leuk. Nou, we gaan het meemaken, de villa. Nou, mensen, we komen uit het eerste huis, de villa. Lars. Dit was weer zo jammer wat je me nou weer geflikt hebt. Ja, ik dacht, ga poppetje lekker tegen jou laten spreken, hoeven wij niks te zeggen. Ja, maar ik vind het zo awkward om met zo'n poppetje te praten. Schuif je het weer op mij af, hè, Lars? Ja, natuurlijk. Ik denk, ik laat Lars gewoon het woord doen. Dus wij laten Lars gewoon zeggen, hey, zegt die poppetje. Ja, hoezo zeggen die andere twee geen hey dan? Ah, moesten we toch gaan praten, hè? Zo jammer weer. Nee, we komen uit de villa, jongens. En ja, helaas mogen we niet filmen in de spookhuizen. Zo jammer dat dat eigenlijk niet kan, hè? Maar ik was best wel bang eigenlijk. Ik ben altijd bang in de villa. Omdat je Scream en zo ziet en al die enge poppetjes. Ik was zo best wel vaak geschrokken. En hij is weer helemaal aangepast, hè, Lars? Vertel eens even. Ja, helemaal. Er zaten een nieuwe scare sounds in. En op het einde zit een kettingzaag, maar die dacht dus dat wij hem al hadden gezien. Dus hij is bij ons niet gekomen. Zo jammer weer dit. Ben je geschrokken, Tino? Ja, hoor. Ja, jij was koud op hangen. Op het einde, jongen. Ik schrok ook de tyfus daar, hoor. Echt, ik ben best wel vaak geschrokken in de villa. Ja, toch elke keer wel weer goed. Ja, en eigenlijk is het ook een van de... Staat dit aan? Mooi. Staat hij aan? Staat hij aan? Ja. Sta je ook aan? Hij staat aan. Ja, we zijn nog een beetje moe vandaag, jongens. Een klein beetje moe. Gisteren hebben we natuurlijk Toverland Halloween gehad. Ja, het hele weekend is het gewoon vol op Halloween, jongens. Het is heel veel stappen tellen. Het is goed voor de stappen teller. Wat gaan we doen? Gaan we eten? We gaan naar de eindshow van de Spooky Days. Eindshow van de Spooky Days? Ja. Ja.
Oké dan, nooit van gehoord. Ineens begint het helemaal druk te worden. Ik denk, waar is de drukte van de Friday Nights? Hier begint het te komen, jongens. Ja, het begint natuurlijk bijna 6 uur te worden. En dat betekent ook dat zometeen de opening van de Friday Nights is. Goed zo. En dat merk je dus ook heel erg in het park. De drukte begint steeds drukker te worden. Mensen gaan niet meer halen om hier een hele dag te lopen, blijkbaar. Ja, ze gaan nu een dansje inoefenen voor de eindshow. Nog een keer. Wat gaan ze doen? Dansjes zijn ze aan het inoefenen voor de eindshow. Oh, we zitten daar weer. En dan? Zo jammer weer dit, hè. Ja. Ja, dat zijn een beetje... Vertel. Ja, ik weet ook niet. Oh. Ja, ineens worden we hier naartoe gelokt. En dan doen we... Dat doen we. Ja, iedereen meedoen. Dus let's do the time warp. Oh, nu op het zallen. Oh, de poppetjes zijn er allemaal. Zo is iedereen hier dan. Ja, what the fuck, wat is dit? Lars, leg eens uit. Met z'n allen. Wat? Lekker de timer. Waar kijken we nou naar? Ja, dit moet zo'n eindshow hier zijn. Applaus voor. Ik denk gewoon dat het een dansje is, dus we kunnen ook mee eten. Stacy en Macy. It's snacky time. Ja, ja, ja. Het was natuurlijk weer het idee van Lars. Kijk eens even, gaat er wel weer in, hè, Lars? Geen loempia, maar kip is ook goed. Ja, kip is ook goed, ja. Zeker, zeker. Ja. Hey Lars, waarom eet je zoveel kip? Ja, lekker. Ja, is lekker, toch? Even te zien. Zo, Lars, heb je lekker gegeten? Ja, ik wel. Oprecht wel lekker, die kip. Ja, het is te zien aan je. Nou, wat staan we nou weer? Ja, ja, we staan hier bij de Festival of Freaks. En we weten eigenlijk nog steeds niet wat het nou is, eigenlijk. Nee, daar moeten we even achter zien te komen. Ik denk dat nu de Freaks is. De Freaks. Maar blijkbaar gaan alle poppetjes komen daar binnen. Wel? Ja, het gaat precies beginnen. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, we komen al die poppetjes binnen gewoon. Maar iedereen staat hier bij een podium en we weten niet eens... Ja, we weten niet eens of hier wat gaat gebeuren. Dus we staan hier eigenlijk gewoon misschien wel voor saus te wachten. We weten het niet. We zien het zo meteen wel. Maar het gaat bijna beginnen. Staan we hier voor saus te wachten? Staan we hier voor niks te wachten? Halloween Fright Nights have begun. Oh ja. It's time to seek immediate shelter. Or run for your lives. Cheers to fears. Daar mogen ze staan, daarboven wel. Hier beneden niet. Hallo, Simmons! Ja, daar is hij weer! Zo, jongen, hebben ze de deur van de inrichting weer eens open laten staan. Echt tering, hé! Ik ben wel heel benieuwd wie hier nou eigenlijk altijd een beetje voor mijn bakker staat. Even een kort vraagje. Wie is vorig jaar ook bij de Friday Nights geweest, vingers? Oh, heel veel. En wie waren er de afgelopen jaren? Zijn heel vaak al geweest? En wie is er vanavond voor het eerst? Hang maar lang. Zo fucking veel nog ineens, jongens. Speciaal voor jullie heb ik een heel nieuw spelletje bedacht. Eddie's Halloween Fright Nights Ontgroening. En bij deze ontgroening kun je 2 tickets winnen om volgend jaar terug te komen naar Malibu. Dus dat wil je wel winnen. Maar dan moet je wel eerst op de ontgroening overleven. Want dat gebeurt tegenwoordig niet over meer. Ik heb het niet over Minerva en over Brood. Maakt dat verder niet uit. Goed. Wie was er eerst? Van eerste dag? Ja, hoe oud ben jij? Ja, flikker op man, 16. Even kijken, hoe oud ben jij? 17. Is er niemand meer volwassen tegenwoordig? Jij, hè? Hoe oud ben jij dan? Hé, hey, kom er bij mij. Het is niet de knapste die we erbij hebben zitten, maar dat maakt niet uit. Kom even hier onderdoor. Ja, lekker. Mag ze even hier zo? Hier? Hop, hop, daar. Hier. Bij mijn assistent even een klein contractje ondertekenen. Stelt helemaal niks voor, kleine lettertjes.
Als ik zo meteen van alles in de wel mag proppen. Tipje van Eddie trouwens, vooral voor de mannen hier zo. Altijd even consent vragen, even vast laten leggen. Dat voorkomt gezeik achteraf. Behalve met zo'n lelijke hartstikke, dat blijft strafbaar. Goed, jongens, geen ontgroening zonder drankspelletjes. Toch? Ik hou al van een drankspelletje. En aan al die waterige oogjes om mee te zien, ben ik hier niet de enige vanavond. Dus ik heb me de laatste tijd een beetje weten te verdiepen in rode wijnen. In hele mooie, heerlijke wijnen helemaal. En ik heb een dikke Duitse achtergrondzangeres. En die zegt, Eddie, jij bent echt een fijn proeven geworden. En over fijn proeven gesproken, daar kom jij erbij. Kom, dan leggen wij. Hallo, ik ben Eddie. Hoe is Sarah? En waar kom je vandaan, Sarah? Uit Heerde. Waar ligt dat in godsnaam? In Gelderland. Goed. En met een clubje vrienden daar zo, vriendinnen? Goed zo. Wij gaan vandaag niet zwaaien. We gaan Eddie's wijnproeverij spelen. Ben je er klaar voor? Goed zo. Dit is het ultieme spel waarbij je of gaat genieten, of over je nek gaat. Goed, daar gaan we, Sarah. Let op. Ik heb hier mijn fantastische wijnkarretje staan. En ik heb hier twee prachtige flessen wijn. In de ene zit een heerlijke AB Plus uit 2014. En in de ander zit Eddie's brouwsel uit eigen keuken. Badkamer. Nou ja, het doucheputje van de badkamer. Ken je dat gevoel als je dat dekseltje optilt en dat je dan met je vinkje... Gadverdamme, allemaal van die zwart nagels haar. Goed, maakt het niet uit. Het idee is dat we zo meteen balletje balletje gaan spelen. Dus ik ga ze door elkaar heen. En het is voor jou super fucking belangrijk dat jij jouw fles in de gaten houdt. Aan het einde van het spelletje neem jij een slok van je fles van jouw keuze. En dan gaat het erom of dat jij een pokerfeest kan houden. Want het publiek mag niet merken wat jij gedronken hebt. Een heerlijk wijntje of Eddie's eigen brouwsel. Anders win je niks, oké? Duidelijk, daar gaan we, dames en heren. Ik zou zeggen, start de muziek van Eddie's wijnproeverij. Let op. Goed om letten, Sarah. Ik ben heel vingervlug. Vraag dat maar aan haar. Voor de sfeer, hartje voor de sfeer. Heb je het nog, Sarah? Weet je nog welke het is? Nou, het is toch nog fucking makkelijk, of niet? Weet je het nog, Sarah? Oh, ze staat nou al te twijfelen, wacht even. Ik vond hem zelf iets te makkelijk. Ik zie hem al kijken, hij zegt, ik had er nou al een... Jij had alles opgenomen, hè? Ja, zeker weten. Weet je wat? We voeren het tempo ietsje op. Kom naar mij, dan gaan we. Nog een muziekje. Ja, we gingen het natuurlijk niet al te makkelijk voor je maken, Sarah. Nee, even kijken. Opgelet. Misschien? Ja, dat zou zomaar kunnen. Weet je wat? We voeren de tempo nog een klein beetje op. Iets met gitaar, alsjeblieft. Knallen we maar in. Pokerface
De mensen mogen niet aan jou zien wat je denkt. Oh, trouwens. Heel klein dingetje wat ik vergeten ben te zeggen. Je moet atten. Ja, het is een drankspelletje. Daar gaan we. Jongens, cheers. To fears. Tada. Atten. 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 Pokerface. Probeer het binnen te houden. Ik heb in mijn caravan nog wel rallies liggen. Goed. Kijk naar dit gezicht, dames en heren, jongens en meisjes. En het kleine roodharige monster hier vooraan. Lekker voor je. Goed. Heeft zij de heerlijke wijn uit 2014 gedronken? Laat je horen. Oh, niemand. Heeft zij Eddie's brouwsel uit eigen keuken gedronken? Laat je horen. Stom zeg, nou ja, je had natuurlijk ook kunnen doen alsof het heel vies was. Dan dachten ze, oh, dat was terug. Dat maakt hem niet uit. Opgeflikkerd, wegwezen. Terug naar Heerlen, Gelderland, maak maar geen zak uit. Doei Sarah, groetjes thuis. Hey jongens, nog de hele avond allemaal leuke spelletjes te doen. Iedereen kan tickets winnen, behalve die rode vrouw. Doei! Heerlijk! Wat een avond, nu al. En pas zondag, het eerste weekend. Ja jongens, je kan wel zien, de Friday Nights is begonnen. Zo mensen, dat was dan weer de opening van de Friday Nights, deze keer bij Eddie the Clown. Nou, flink verbeterd met vorig jaar. De openingshow is een beetje hetzelfde, maar de Eddie show, die is flink veranderd. Dus weer lekker een beetje... Ja mensen, we lopen nu in een nieuwe Scarezone, Pirate's Call. Zo jammer weer. We gaan echt ineens het weer, hè. Oei, oei, oei. Tino, waar zijn we nou in balans? Bij de Cat Croquet van Jet. De Cat Croquet van Jet. Nou, ik weet niet wat ik meemaak, joh. Moet je kijken die prijzen, jongens. Oei, 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 wat een prijzen. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd nou. Ja. A few moments later. Zo, mensen passen wel weer bij, hoor. Een broodje croquet. Hij was wel lekker. De croquet van Jet. Hé, hey, we kunnen ook in de blast gaan. Nee, hoor. Ik hoor twee keer nee, hoor. Jullie gaan niet halen. De blast. Zonde van de tijd. Zonde van de tijd, oh ja. Ja, we moeten Lars de planning aanhouden, hè. Lars is van de planning. Dus als de planning niet goed is, de klachten, die mag je naar Lars toesturen. Het e-mailadres van Lars staat nu in de beschrijving. We gaan naar de scarezone van je toekomst. De graveyard. Ja, Erwin hier al ligt, hè. Ja, Erwin, we gaan even op bezoek bij Erwin. Even kijken waar die ligt. En Lars? Ja, hij deed dat standaard kreuneffect, dat zou ik naar muziek gaan doen. Hij wilde je niet. Hij heeft je afgewezen, Lars. Oh, oh kijk, Jipke. Oh, zo, ik schrok met de typezouwen. Hoi, joh. Deze rookkanon omvergeschoten. Ja, ik werd ineens omvergeschoten, heel mijn been eraf. Gino, ja. Zie je wat op de grafsteen staat? Kevin! Erwin! Hier ligt Erwin. Ja, die lag hier al even. Die lag er al even. Ja, hier zou die ook kunnen liggen. Hier liggen alle... Citronenvlog fans liggen hier allemaal.
Nou, we gaan. Wat gaan we doen? We gaan in de Merlin. We gaan in de Merlin. We gaan in de Merlin's Quest Castle. Wat? Ik weet het ook niet meer. Alles heet met Castle, Mystery Castle, River Quest. Ja, het is allemaal hetzelfde. Het heeft niks met Castle. Ja, maar dat lijkt er toch op. Alles lijkt op elkaar. Alles lijkt op elkaar. Al die castles door elkaar. Al die castles, ja, en al die rivers. Allemaal door elkaar heen. Nou. En wat ook door elkaar heen gaat, zijn wij, want we gaan in de Villa Volta. We worden helemaal door elkaar heen gefrommeld. Zijn helemaal door elkaar heen gefrommeld! Nee, we vonden dit vorig jaar zo goed, de Halloween show. Die hebben we vorig jaar niet gedaan. Jawel! Wel? Zeker wel. Hebben we de kerstshow dan niet gedaan? We hebben de kerstshow hebben we niet gedaan waarschijnlijk. Ik weet niet, een van... Nee, die hebben we ook gedaan. Nee, we hebben de kerstshow gedaan en we hebben de Halloween show niet gedaan, omdat we daar geen tijd voor hadden. Volgens mij hebben we die wel gedaan hoor, want we hebben nog helemaal gezegd dat we dat helemaal geweldig vonden. Ja, dat vonden we van de kerstshow. Nee, Halloween show. Kijk de vlogger van vorig jaar, Lars. Mijn nummer 1 is die Merlijn's Castle. Luister, als je dat als spookhuis mag rekenen, wat was die geweldig? Sorry, nummer 1. Nou, volgens mij zijn er heel veel poppetjes op pauze. Wij komen uit Merlin. Ja, ze wordt zo genomen. Ja, ik blijf het echt een geweldige show vinden. Echt de beste Madhouse show vinden. Lars is er niet mee eens. Ik vind de Brideheads beter. Nee hoor, Lars. Ja, mij boeit het allemaal niet, ik vind er een machtig boel aan. Ik ben niet zo fan van met alles, dus voor mij niet bellen. Ja, ik vond hem wel leuk deze keer. Ik denk dat het donker moet zijn, ik denk dat het dan beter is. Ik vond nu een beetje weinig acteurs lopen net op de plek waar we net liepen. Maar het kan ook zijn dat er acteurs op pauze zijn, weet ik het wel. Kevin. Nee, dus dat moeten we even in de avond gaan kijken. Maar dat was hetzelfde als in Toverland gisteren. Is kerstzon, dus moet je echt in de avond gaan kijken. Overdag dan ja, is dat allemaal nog een soort van net niet of zo. Ja. Ik ga nou even een nieuwe zone kijken. Ook overdag. Hier was vroeger ook een zone. De vet. Gewoon kou, dat vond ik wel jammer. Yes. Dat was juist heel vet hoe ze dat met de GeForce en zo hadden gedaan met die lasers. Ja. Nu niks. Helemaal niks meer. Heel jammer. Vroeger hadden ze Game Over. Toen is het nog een jaartje Villains geweest. Nou, Villains was eigenlijk ook helemaal geen reet aan. Dus toen hebben ze maar gewoon helemaal niks meer gedaan. Nou, misschien nog beter. Wil je eerst naar het toilet, Lars? Ja. Wat ga je doen op het toilet dan? Nou mensen, we gaan gelijk door naar een nieuwe coaster credit. Oh nee, deze hebben we al. De Eat My Dust. Maar goed, hier vlakbij in de buurt zit dus een nieuwe scarezone. Nou, we gaan eens even kijken wat daar nou weer te beleven is. Maar is normaal gesproken dus helemaal nooit open. Dus speciaal opengesteld voor de Friday Nights. Ja, ze gaan backstage. Bij de Goliath. Ja, bij de Goliath. Ja, herkenbaar. Dystopia en Usfestshoe, het nieuwe spookhuis dus van dit jaar. We gaan eens even kijken. Daar gaan we trouwens ook nog in, Usfestshoe. Daar zijn we om 8 uur gaan we daarin. Dus Lars, ja, wat verwacht je ervan? Eigenlijk niet heel veel. Ja, we hebben wel een beetje verhalen gehoord over gisteren. De verhalen moet geloven is ik vooral mooi, maar niet eng. Oh, maar wel ik mooi. Heb vanmiddag ook al de poppetjes voorbij zien lopen. Ze zijn niet echt enge poppetjes of zo. Oh. Nou, ik weet het niet. We zijn hier op de tweede dag. Dat betekent dat je altijd van de eerste dag wat verhalen hier en daar meekrijgt. Nieuw spookhuis, allemaal spoilers, dit dat. Tegenwoordig is het ook allemaal niet meer te vermijden, jongens. Zeker met social media van tegenwoordig. TikTok, hier komt alles voorbij. Dus ja, echt spoilerloos, dat ben je tegenwoordig bijna niet meer. Maar we gaan even kijken. Usfestshoe, je hoort onze mening zo meteen. Oh, het is een heel logo voor gemaakt, joh. Elke spookhuis heeft hier een logo. Hè? Nou, dat wist ik toch helemaal niet. Usfestshoe. Nou, en is het een beetje te vergelijken met wat we in het Thorpark hebben gedaan? Ik weet voor de rest echt helemaal niks. Oh, je weet nog helemaal niks? Nee. Oh, zo jammer weer. Nou, hier is in het verleden ook Eddie's Festival of Freaks geweest. Nou, dat, toen heette het dus, Eddie's Area. Oh, Eddie's Area. Dat is dus nu helemaal verplaatst naar bij de Lost Gravity. Toen stond het hier bij de Goliath. Dus ja, nogmaals, hier kun je dus normaal gesproken nooit komen. Dus we komen eens een keertje op een plek waar ik nog nooit ben geweest in Walibi eigenlijk. Dystopia.
Nou, Lars, jij bent van de verhaallijnen, jij bent van de storylijn. Waar gaat het over? In de wereld van de rijken. Voor het spookhuis, je gaat in de games van de wereld van de rijken en dan word je gemarteld en zo. En zeg maar, de zon is de wereld van de rijken. Oké. Okay. Is dat kort samengevat. En je hebt ook een discotheek en dat soort dingen. Ah, oké. Nou ja, we hebben een klein beetje, story erover. Hé, hey, je kan hier frieten halen, food. Nou ja, natuurlijk kun je overal weer eten en drinken halen. Hoi, ben je dan niet hoor? Ik twijfel. Ja. Maar zal ik dan gewoon bieden puur voor de fun? Ja, ja? Doe maar. Doe maar. Gewoon kijken hoe ver we kunnen gaan. Ja, ik zou toch tot 20. Geld bedrollen toch? 20 max. 20 zou je? Ja. We zitten al op 45. Oh. Nee, 100. 100. 100. Nou. Kijk. Doe maar klappen hoor. Doe maar klappen. Allemaal zwaai, zeg mij een goede dag. Tot ziens, hè. Doei, jongens. Succes, hè. We zijn zo afscheidscomité voor de dood. Het is ook zo fijn dat het vrijwillig ging allemaal. Ja. Toch fijn al dat dit vrijwilligers zijn. Het is een goede investering. Ik denk dat die ver gaat komen. Ja, ik had dat ook hoop, dan is mijn 100 miljoen nog wat waard. Precies, en alles is gewoon voor een goed doel. Puur voor de fun. Gewoon voor het leuk. Voor de heb. Ja. Ruik je dat? De dood is nabij. Ja, dat ook, maar ik ruik ook korting. Uitverkoop! Ja, dat is elke dag weer. Maar daar slik ik pillen voor, dat gaat helemaal goed. Ja, jij kan niet betalen, ik niet. Jij kan ook wel een pilletje gebruiken, jongen. Oh, waarvoor? Ja. Beetje gezelligheid, kijk maar achter je. Lekker naar binnen toe daar. Ja, nou, ze is hobbelen. Ja, is goed. Okay. Ja. Ja, dan kijk je even. Want je kan wel wat gebruiken. Wat bedoel je, we zijn lekker, oh heerlijk. We worden weer lekker helemaal afgeroost, jongens. Nou, dit is dus de nieuwe zone. En er is hier dus een dance party gaande. Nou ja, party. Er is, zijn drie mensen binnen. Hoe awkward we het hebben. Gezellig. Gezellige sfeer. Goliath. Het is weer zo jammer dat ze hier dan weer niet een entreepoortje voor hebben neergezet of zo, hè? Ja, daar komen we net uit, Goliath. Maar ja, het is dat jij zei dat we in een Goliath gingen. Ik had al ons nooit opgevallen. Nee, ja. Ja. Hoe vond je de Goliath na al die Amerikaanse achtbanen? Nou, nog steeds wel een lekker baantje, hoor. Bellen? Ja. Hij is nog steeds wel goed, hoor. Ik zag zelfs een beetje zwart voor mijn ogen. Maar dat kwam natuurlijk. Het was donker. Ja, en we hebben de single rail coaster gezien. Ja. Ja, even naar gekeken worden. Daar moest even naar gekeken worden. 2025 jongens, ja, wij hebben in Amerika gewoon een paar single rail coasters gedaan. En daar zijn wij heel erg positief over. Dus we zijn nu een soort van extra hype geworden voor de single rail coasters hier in Walibi Holland. Maar ja, we konden het dus zien vanaf de Goliath, vanaf de lift hill, kun je hem dus helemaal spotten. Het was nu wel iets lastiger, het was wel een beetje donker. Maar er zat al een heel groot stuk aan baandelen. Dus als het goed is, gaat het ergens in 2025 open, want ze lopen vertraging op, hè? Het zijn zo, ik heb geen idee hoe het precies zit. Ja. En iets, een of andere staking in Amerika, lukt het? Nee. Het zijn stakingen in Amerikaanse havens waar de baandelen opgeslagen liggen. Ja. Dus die komen voorlopig niet. Dus het is,
Ja, dat zou nog spannend kunnen worden of dat het open gaat in het, met de seizoensopening van 2025. Ik weet het nog niet. Maar goed, Colai heeft dus gedaan even via de single rider. Want ja, het is normaal gesproken heel druk. Maar nu valt het eigenlijk nog wel mee. Maar je ziet het, ze zijn helemaal voorbereid op drukte hier. Want dit staat echt later in oktober helemaal vol met mensen. En dan sta je echt gewoon uren in de wachtrij. Nou, wij hebben nou hoe lang gewacht? Kwartiertje via de single rider. Een kwartiertje via de single rider, dus dat viel echt nog wel mee. Maar nou is het tijd voor spookhuis, hè? Ja. Ja. We gaan even spoken. Ja mensen, we zijn weer terug op de nieuwe scarezone. Ik ben even de naam kwijt. Het lijkt wel een of ander festival over harde muziek. Maar het is een beetje een lege pleinenfestijn ook hier. Dus niet zo druk op dit moment. En ja, wat qua scare actors, het zijn geen scare actors, het is niet eng of zo. Het is meer gewoon een soort act wat ze opvoeren. Maar ze hebben hier natuurlijk een nieuwe spookhuis. Us versus You. Oh, nee, ik ben wel heel erg benieuwd naar het spookhuis. Alweer dezelfde persoon. Hetzelfde actje weer doen. Ja, ze pakken een random persoon uit het publiek. Nou, het is wel elke keer dezelfde random persoon. Dat is wel knap. Goed acteerwerk wel. Ja goed, Us versus You, dus het nieuwe spookhuis. Verhalen gehoord van gisteren dat het dus best wel rampzalig is, best wel druk is. Best wel lang wachten. En negatieve reacties gehoord over het nieuwe spookhuis. Nou, dan ga je onze reactie horen. Ja. We moeten even naar gekeken worden. Ja, ben ik wel benieuwd hoor. Heel benieuwd. Zeker. Ja, ik heb er niks meer over te vertellen. Oh, Lars heeft de storyline al verteld. Ja. Dus we weten allemaal waar het over gaat. Weet jij ook waar het over gaat? Ik ben het nu al kwijt eigenlijk. Ja, ik ben het ook nou al kwijt. Lars, herhaal nog eens een keer. Rijke mensen hebben betaald voor jou in een gameshow, maar dat blijkt geen gameshow te zijn. Je gaat gewoon dood. Oh, dan Squid Game. Ja, dan. Oh, nou, oké, ik ben benieuwd. Ofwel hetzelfde wat wij in het Torenpark hebben gedaan. Ja. Wel. Ik verwacht zoiets. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. We gaan het meemaken. Ook een doel. Ja, nou, we gaan het meemaken. We gaan jullie uitgebreid vertellen hoe het was. Dus wish us luck met de wachtrij. Ja. Nou mensen, we zijn bij Us versus You. We gaan zo meteen een of andere, wat is het? Een of andere boerderijhuis in of zo. Ja, de wachtrij schijnt mee te vallen denk ik, want de hele zigzagrij staat half leeg. We staan nog half in een zigzag. Hopelijk is het niet al te lang wachten. Want ik hou niet van wachten, Lars. Ja, ik ook en dat niet. Staat ook niet in de planning. 20 minutes later. Zo mensen, we komen uit de schuur hoor. De spookschuur. Ja, ja. De schuur van Jipke. Ja, nou Lars, kom nog eens een keer met de storyline. Wat hebben ze juist allemaal gezien? Ja, je gaat in een spelshow waar de rijke lui op je gaat redden hoe ver je het redt of dat je doodgaat. Dat is het kort samengevat eigenlijk. Nou, zijn we dood gegaan? Nee, wel bijna. Ja, ik op jou gewend, Lars. Ja, ik op jou. Ja. Wie de dood zou gaan? Ja, met je korte pootjes, die is niet zo snel. Nou, ik heb ook niet gehaald hoor. Ja. Nee, maar het was echt, echt best wel verrassend goed spookhuis. We hoorden heel wat slechte verhalen erover, over dat het niet eng zou zijn en dit en dat. Dat klopt, is eng is het niet. Maar we zijn wel een paar keer geschrokken door een schrik-effect. Ja, ja, dat moet jij even uitleggen, Tino. Schrik-effect. Ja, dat is de eerste scène. Oh, dat ding. Ja, je liep op een gegeven moment een best wel lange gang in. En dan werd er eigenlijk een muur met van die grote spikes, tot in de Indiana Jones scène. Ja, letterlijk dat. Die kwam ineens heel snel op je af. En die muur kwam dan op je af. Ja. Je moest letterlijk rennen, maar het was heel grappig, want eigenlijk had niemand het door, behalve Tino. Ja. Jij zei op een gegeven moment zo van, kijk naar die muur. En ik zie dat die muur op ons afkomt, maar echt snel. Ja. Dus we beginnen te rennen, want ik denk, ja, hallo, what the fuck. Ja. En Lars had het ook niet door, dus die kijkt ineens. Ah, ik had denkt, het wel door. Wij gingen ik wist dat er wat zou gebeuren. We gingen pas later rennen, maar we waren ook met een ander groepje waren we daar. We liepen al die mensen onver. Ja, we hadden ook helemaal niks door. Hun stonden gewoon stil en zien ons opeens voorbij rennen. En dan kijken op, oh shit. Het was zo vet gedaan. Ja, dat was eigenlijk wel een hele vette scène. Ja, ook wel gelijk een hoogtepunt. Dat was wel eigenlijk het hoogtepunt, ja, dat weet je, een beetje het begin. Ja, voor de rest, ik ben de helft ook alweer kwijt. Ik heb nog meer allemaal meegemaakt. Je komt dan eigenlijk in een soort van funhouse-achtige iets met allemaal dingen die aan het plafond hangen. Waar je dus door moet lopen. Maar ik weet niet of ik door had, maar de helft zat vast en de helft niet. Dus opeens schoot ik gewoon tegen vaste delen aan. Oh wel? Ja. En daarna kwam je in een soort van grote arena met allemaal zand en in het midden. En bovenin stonden ze met laserpistolen op je gericht. Oh ja, dat was ook wel vet gedaan. Dat viel opeens al het licht uit, want je werd echt verzameld in het midden gezet. Ja, ja, ja. Viel al het licht uit.
begin zat ze één grote deur, die, daar was een licht op en die ging open. Kwam opeens een gladiator met een kettingzaag uit. Ja, en jij zat daar echt vast. Ik vond het echt zo niet leuk. Nee, en ik heb wel zo'n hekel aan kettingzagen. Ja. Ja, leuk feitje, de kettingzagenangst die ik heb, die is letterlijk ontstaan bij de Vrijheid. Hell ja. 2007, toen hadden ze nog een of andere act. Toen liepen ook, toen waren er nog niet echt scare zones, maar toen waren het meer, ja, door het hele park heen. En toen hadden ze een of andere, met van die kettingzagen act hadden ze gemaakt. Maar er waren echt iets van tientallen kettingzagen die in één keer zo op iedereen af gingen rennen, weet je wel. En ik was toen echt 13 of zo, dus ik was fucking bang. Maar goed, ik ben geen fan van kettingzagen. Ik heb wel nog één negatief punt aan dit huis dat ik wil zeggen. Was even over de kettingzagen, we gaan door met het huis, ja. De capaciteit. Ja! Je staat elke kamer stil omdat je moet wachten, omdat elke kamer dus eigenlijk gewoon een scène is die afspeelt. Ja, klopt. Dus eigenlijk was je tijdens de andere scène aan het wachten bij een deur om naar een andere scène te kunnen gaan. Ja. Dat was dan wel weer een beetje sfeerverpestend, er waren gewoon veel te veel mensen tegelijkertijd in het huis. Ja, je kwam elkaar ook wel snel tegen, zeg maar. Dus je kwam snel de volgende groep tegen of de andere groep kwam achter je. Ja, dat was wel een beetje jammer, want het was een beetje awkward. Omdat je staat een beetje tussen de acteurs die stand-by staan te wachten. Ja. Hop naar de volgende scène. Ik heb gewoon het gevoel dat ze voor dit huis net wat te veel tickets verkopen. Ja, dat zou... je meer below capaciteit moet zijn. Zou kunnen, ja. Gisteren hebben ze heel lang moeten wachten, 1,5 uur. Wij hebben maar 10 minuten, kwartiertje. Ja, kwartier denk ik. Wel 20 minuten. Kwartier 20 minuten hebben gewacht. Ja, zo. Dus het valt nog wel mee. Oh ja, puur effect. Lieve dat. Ja. Nee, ik ben best wel positief eigenlijk. Wij zeiden ook al tegen elkaar zo van ja, wij zouden nog wel een keertje hierin kunnen gaan. Ja. Dus het heeft ook een herhalingswaarde, zeg maar. Ja. Het is niet dat we nu zeggen van joh, het is zo slecht, die doen we niet meer. Hij is wel prijzig, want wat hebben we er uiteindelijk voor betaald? 12,50. 12,50. En voor de scares die je krijgt, het zijn online prijs. Online prijs. Ja. Dus het zijn ook wel echt wel de standaard scares die je krijgt voor die prijs. Gewoon iemand die op een tonnetje slaat. Ja, dat is wel waar. Het is wel aardig standaard, maar er zitten wel hier. Met die kamer, dat is wel zo uniek, dat zie je ook weer nergens. Wat Wally weer heel goed in is, met ieder huis dat ze openen, is wel echt iets unieks aan. Ja. Het enige wat ik wel jammer vind, had ik een beetje verwacht, is dat ze er een soort spook of een soort doolhof-achtig iets van zouden maken. Ja. Dat was helemaal niet het geval. Had wel heel vet geweest hier, denk ik, maar dat had niet gekund. Nee. Met al die scènes en zo. Maar elke scène is hier vooral heel groot opgebouwd. Het zijn niet zoals een normaal spoken zoals de dat je door allemaal kleine kamers gaat. Nee, het zijn gewoon allemaal grote kamers. Ja, dat is wel vet. Ze hebben echt een hele scène ervan gemaakt in een grote ruimte. Het is gewoon echt wel heel erg dik. Ja, ik ben niet teleurgesteld. Nee, ik ook niet. Nee, ik vond het echt wel heel erg leuk. Want anders kom je er niet zo uit met een wow gevoel. En we kwamen er best wel uit van wow, wat hebben we nou weer meegemaakt? Dus dan is het gewoon een goed huis. Maar over dit gebied gesproken, ja. Het is echt het lege plein en verstijnen. Er gebeurt vrij weinig. En het is niet heel spectaculair. Ja. Beetje speelloos ook. Het zou een beetje festivalterrein moeten voorstellen, denk ik. Ja. Gewoon wat daarachter gebeurt in dat huisje hiervoor. Maar je ziet, het is veel te rustig ervoor. Ja. En het is hier gewoon net niet. Festival Freaks is veel gezelliger. Ja, zeker wel. Veel leuker. Ja, misschien nog iets van een lichtshow hier of zo. Ik heb lasereffecten en zo. Het is een beetje donker. Ja, ja. Dus hier, maar ja, misschien als ze in de toekomst hier nogal wat verbeteringen gaan voeren. Er is een groot tv-scherm opgehangen. Want het gaat ook over die tv-serie of zo. Ja, want daar iets mee gedaan. Ja, juist. Ja. Er zijn ook echt iedere kamer camera's die echt aanstaan, zeg maar. Als het echt lijkt dat je gefilmd wordt. Ja, dat was heel de bedoeling, hè. We moesten heel dramatisch overlijden. Dat was beter voor de views. Gezegd. Ja. En YouTube dit. Nou, dramatisch, dat kunnen we wel doen, hoor. Het leek ook echt wel een beetje op de Glow Movies opnames hier binnen. Doe maar lekker dramatisch. Ja. Oh. Een tamet. Een teemt. Houd ze achtbaan. Nou ja, jongens, we gaan even kijken. We gaan nu door een volgende scaresonde weer heen. Nu gaan we door de avondversie heen van The Graveyard. Dan is hij wel echt mooi, dan. En nou zou het wel mooi moeten zijn, hè. Ik ga ze me sowieso weer de tyfus schrikken. Ah, ja, daar ging je al, Lars. Ja. Botch. Nou, hè, toch weer schrikken. Nou, ik denk dat ik project zie. Hey Lars, daar heb je zeker wel zin in. Wat? In een kokkeldoddeldoe. Ik vind dat niet heel lekker. Je vindt dat niet lekker? Nee, ze gooien alle saus op die burgers en zo die ik niet lekker vind. Ik had het over die kok, of die niet lekker vindt. Oh nee, ja, kok vind ik wel lekker.
Zo. Nou. Ik schrok me de tyfus. Het is wel een hele mooie zon hoor, dat wel. Maar op een of andere manier gebeurt er toch te weinig hier. Wat iets meer. Voel is deze scares net te lang of zo, met een best wel redelijk rustig stukje erin. Nee, ja, maar ook hele rustige muziek. Het is niet echt heel eng of zo. Het is heel stil hier. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat het een graveyard is. Pop! Tsch. Kijk, daar komt de dood aan. Daar komt de dood aan. Nou, was de dood toch dichtbij, Gino? Ja, ja. Oh ja, de blast. Zo. Ik wou net zeggen, ja. Zullen we hierheen gaan? Nee hoor. Nee? Ik zal wel draaien. Je vertrouwt er niet! Heb je gezien wat met de taal ook al is gebeurd? Ja, dat is trouwens zo waar. Nou ja, we zullen niet op deze nog halen. Ik denk dat deze het ook niet gaat halen. Ja, mensen hier achter bij de mainstage. Nog steeds een gemiste kans, moet ik zeggen. Vroeger was hier altijd wel een veel betere Halloween sfeer, ook met een scare zone en de Halloween show van Eddie. We hebben ze allemaal verplaatst naar Eddie's Festival of Freaks. Maar ja, het is al dat festival dingen, ja, festivalisation van Walibi. Ik ben er sowieso niet zo'n heel groot fan van. Maar ook moet ik zeggen dat de Friday Nights steeds meer eigenlijk zich een beetje daarop focust, heb ik het idee. Steeds meer worden van dat soort party dingen opgebouwd. Ik vind het niet helemaal Halloween. Het mag voor mij wel wat enger zijn allemaal. Maar over eng gesproken, we gaan naar de volgende scarezone. Nou gaan we naar de Pirate's Cove. En nou is het in het donker en dan zie je al, ja, het komt veel beter tot z'n recht. Al die lampjes. Ouwe, met lampjes met erin. Met lampjes. Ja, mij niet bellen. Ja, ik had het al door, Lars. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als hoe in Toverland ook gaat. Af en toe een scène tussendoor. Leuk gedaan. Oei. Hij was bang voor je. Ja, ik ook wel. Zonne, vooral in de avond. En ik kan me nog herinneren, vorig jaar hadden ze wel van die hinderlijke fluitjes hadden ze hier. Die hadden ze niet meer zo. Dus dat is wel veel dikke verbetering. Ja, hinderlijk. Maar ik ben wel een paar keer geschrokken daar.
waren wel een paar goede acteurs tussen. Hoewel zeg ik het die zon ondertussen wel gezien. Hij is ondertussen ook alweer best wel oud. Ja, oké, okay, hij is wel oud inderdaad. Sommige zonnen zijn echt wel aan vervanging toe, ook hier in Waden-Wiel-Holland. Maar nu gaan we even naar het Festival Freaks. Ja, gaan we eens even kijken of we nog een showtje van Eddie kunnen zien hier. Jij studeer je, werk je? Je schrijft afval.
Op dit moment of niet? Oh, nee. Oh, je recycled afval. Heel goed. Speciaal voor jullie, Mas en Jordi, heeft Eddie in de aanbieding 2 limited edition gold membership VIP plekken. Zin in? Goed. Laat ze maar zien. De VIP plekken. Zo! Voor naam bepaalde. Kijk eens eventjes, jongens. Nou, Mas, vind je dat een lekker wijn of niet? Mag je even naar de toe gaan? Gaan we naar die kant uit. En die is voor jou, Jordi. Heel goed. Ja, dat ziet er goed uit, hè? Mogen jullie even plaatsnemen in de VIP-plekken? Zo, handjes er doorheen. Zo, even Mas redden. Zo, die is even bij jou. Goed. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Dan gaan we nu door naar de volgende act van de avond. En dat is een vriend van mij die ik speciaal in heb laten vliegen uit Polen. En dan zou je denken, is er wel badkamers? Waarschijnlijk wel. Ik weet het niet. Ik heb hem wel voor een prikkie kunnen krijgen. En ze houdt ook wel van een prikkie. Vooral die van haar eigen spijkerbed. Maar ze gaat hier vanavond iets heel bijzonders voor jullie doen. Dus ik zou zeggen, kom er vooral even bij staan. Even kijken hoor, dit moet ik even laten zien aan jullie. Anders geloof je je eigen ogen niet. Let op, dan gaat hij even dit hier zo neerflikkeren. Zo, hartstikke fijn. En dan gaan we eens even kijken. Dit is wel een mooi jaar. En even om te laten zien dat het allemaal echt is. Zo, nou zeg. Hoppa. Zo, even de scherpe randjes omhoog. Dit wordt leuk, jongens. Hier is zij, muzikaal begeleid door mijn lieve vriendin Emily fucking Brown. Hier is niemand minder dan Benoit. Maar goed ook, en die komkommers gingen lekker naar binnen. Is altijd goed, hè? Dat je even dat glas laat zien dat het echt kapot. Ja, want dan denk ik, nou zien ze dat het echt is. Er stond ook een heel lelijk dik jongetje links vooraan. Heel lelijk, hebben jullie gezien? Met die bolle kop. Dat je denkt echt, nou, daar mag wel een hamburgertje minder in, of niet? Nou, oh, kut, shit, wacht. Ik vergeet iets. Kom zo terug, wacht. Oh, sorry, ik vergeet helemaal niets. Jongens, hier hoort natuurlijk nog iets bij. Hier staat een hele grote trap. En daar is een sponsor. Die heb ik de hele avond hier achter in de Dixie laten weken. Dus die zijn lekker goed doordrongen. Jullie mogen zo meteen aan de andere kant van die kraat gaan staan. En dan gaan jullie proberen zoveel mogelijk sponsen in de muil van je vriend te gooien. Kan je dat? Lukt dat jullie? Ja, Ricardo kan niet eens op zijn benen staan. Maar sponsor kan je aan de andere kant. Goed, degene die de meeste sponsen in de muil van zijn vriend gooit, die wint vanavond de 2 tickets om volgend jaar naar Walibi Holland te komen. Dat is duidelijk, toch? Zolang de muziek speelt, jongens. Dus we gaan achter de kraan. Oh, wacht even. Dit is wel moeilijk, hè? Dat is heel ver weg. We maken het even ietsje makkelijker. Precies. Payback time. Jongens, één belangrijke regel. 1 spons per keer, anders telt hij niet mee. Daar gaat hij. De muziek gaat in 3, 2, 1. Maestro Music. Gooien. Heel niet onderhands, lul. Bovenhands. Harder gooien. Raak van je hotza. Goed zo. Lekker, Ricardo. En gooi, 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 gooi! Heb je niet de allermooiste bal van Nederland? Ja wel, hè? Oh jongens, dan gaat hier, we gaan aftellen met z'n allen. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, stop de tijd. Ja, stop, stop, stop. Ricardo. Het idee is dat Jordi zei dat hij vandaan kwam. Niet goed. We gaan even kijken. Wat een Mas. Ik hoop niet dat je naar de kapper was geweest om hier vanavond goed voor de dag te komen. Mas, hoeveel hebben we er daar? 10, 9. Oh, 9. En aan de andere kant. Even kijken of we ervoor staan. 6. Ricardo. Lompe hork dat je dit bent. Je hebt er maar 6 raad gegooid. Goed. Jullie hebben gewonnen. Gefeliciteerd, jongens. Heb je telefoon bij je? Toevallig. Ga, pak even je telefoon. Victor, kom er maar even bij. Maken we even een winnaarsfoto. Fuck jou.
hier zo. Goeie hand erin, papa. Ha, nog mooier. Verder moet je nog even goed kijken, Mas. Mag even zo. Ha, uit je ogen. Daar gaat hij. Caroline Tense, eat your fucking heart out. Gefeliciteerd, jongens. Zo zie je maar. Er kan van alles gebeuren tijdens de Halloween Friday Night hier in Malibu-Holland. Dankjewel. Ik zou alvast op een lopen zetten, want hij zal niet vrolijk zijn als hij eruit komt. Dankjewel, hè. Wat heb je nou geleerd? Nooit je vrienden voor lul zetten en altijd sorry zeggen achteraf. Lekker voor je. Jongens, dit was een fantastisch spelletje. Ik ga weer even wat anders doen. Er zijn nog veel meer prijzen te winnen hier vanavond. Dus blijf lekker even hangen in het gebied. Neem nog een biertje. Haal wat lekkers te vreten. Behalve jij. Jij kan wel een beetje in je lijn denken. Goed, maakt het niet uit. Maestro, music! Weer nog bij Eddie gekeken, even bij de Festival Freaks. Ja, het is wel, het zijn nieuwe showtjes, maar het zijn weer twee exact dezelfde showtjes, zeg maar, die ze heel de avond hetzelfde doen. Alles wat daar gebeurt, zeg maar, is op een loop. Het is een loop van 1 uur en eigenlijk gebeurt daar elke keer hetzelfde. Dus als je daar 1 uurtje bent, dan heb je alles gezien, alles meegemaakt. En dat is wel een beetje jammer. Ik moet je zeggen, ik denk dat ik het wel beter vind dan vorig jaar. Wel iets leuker ook dat ze iets meer interactie doen met de gasten en zo. Het ruikt hier weer naar wiet. Het ruikt hier weer naar weet ik het allemaal niet. Dat is weer. Hier, ja, wiet, Eddie. Ja. Dat is wiet, Eddie. Ja, dat kutapparaat. Het ruikt hier standaard naar de wiet. Nou, in dat geval. Nou, mensen. Op naar de volgende scarezone. Nightmares. Ja, wat ik al zei, dit is dus een nieuwe scarezone. Die ze vorig jaar, nou nieuw, hè? Hij is verbeterd, hij is uitgebreid en hij is dit jaar nog groter, toch Lars? Nou, het is gewoon dezelfde locatie, maar ze hebben effecten weg gehad en ze hebben nieuwe effecten voor toegevoegd. Ah. Nou moet hij jou hebben hoor. Hij gaat je opeten. Of hij gaat mij opeten zometeen denk ik. Nou. Ja, ik weet niet. Ik mis hier iets of zo. Nou, omdat het er nog niet is geweest. Oh, het is nog niet geweest. Oh, spiegeltje aan de wand. Wie is de lelijkste van het land? Nou. Meld u zich in de reacties.
and ugly witch. There, other cats. Ja, dat was wel weer leuk gedaan. Ja, ja. Maar normaal zijn er meer fonteinen, maar ik zag er nu maar één afgaan. Oh ja. Ik had ook vuureffecten verwacht, Lars. Die zijn hier niet. Hè? Zo jammer weer. Ik wil gewoon vuureffecten. Dat vroeger had je hier dus Pinocchio. Pinocchio. Oh. Ja, ik heb dus een Pinocchio aan zo'n touwtje hangen, zo'n bungee. Maar die is dus pleiten. Wat de reden is, geen idee. Het zal wel ergens mee te maken hebben. Misschien is het wel iemand dat weet. Zet even in de reacties neer. Er zal wel een reden zijn waarom dit weg is. Ja jongens, we gaan naar de, alweer de laatste scarezone. We gaan echt weer met een of andere bloedgang doorheen natuurlijk. Tangly Twix. Tangly Twix, ja. Op zo'n vrijdagavond jongens, echt waar. Je moet echt een planning maken, want anders ga je echt niet alles kunnen zien. Tangly Twix. Pop. Ja, vroeger was dit, wat was dit vroeger ook alweer? Scarecrow, toch? Nee, dat was wat nu Pirate's Cove is. Dit was vroeger Hellfire of zo? Hellfire. Ik weet het niet meer, maar het is alweer lang geleden. Het is alweer een enkele jaren Tangly Twix. Ik vind het altijd een van de minste zones, als ik heel eerlijk ben. Er gebeurt ook niet heel veel. Ah, bosjesmannen. Bosjesmannen, daar schrik ik nog het meeste van. Hij viel op je. Ja, dit bedoel ik, is niet zo heel veel aan deze zone. Ook niet heel eng of zo. Nee, deze zone mag voor mij wel vervangen worden. Walibi, als je kijkt, doe maar een andere zone hier zetten. Ja, die kijken liever niet naar jou. Oh nee, die kijken liever niet. Ja mensen, het is eigenlijk ook alweer tijd voor het volgende spookhuis. Below! Ja, deze hebben we vorig jaar ook gedaan. Twee keer zelfs, omdat we hem zo spectaculair vonden. Below blijft een heel goed huis, maar het is ook maar net wel weer... Het ligt heel erg aan wat voor run je hier hebt. Ja, want hier is sowieso een goede run, want je hebt gewoon het huis voor je alleen. Ja, dat wist ik dus helemaal niet. Hoor ik net van Lars ineens. Het is me niet eens opgevallen vorige keer dat je eigenlijk gewoon een privéhuis hebt. Ja. Ja, dat is veel beter. Dan heb je sowieso alle scares. Ik ben heel benieuwd hoe die dit jaar is. Vorig jaar was hij goed. Ik vond hem dat jaar daarvoor vond ik hem heel slecht, omdat ik alle scares had gemist. Maar ja, een beetje gevalletje final stop. Vond ik dit jaar ook heel goed. Vorig jaar vond ik heel slecht. Dus we gaan het weer meemaken. Maar het is wel hetzelfde natuurlijk weer. En het is een duur spookhuis, want ook dit spookhuis is duur geworden. Was volgens mij ook al 17,50, 18,50. Duur huis. Ja, dit is dus weer zo jammer hè. Dan wil je dus naar de uitgang gaan, en dat kan dan weer niet. Dan word je alsnog omvergezaagd. Zo jammer, en ik heb echt zo'n hekel aan kettingzagen, jullie weten het. Oh ja. Rustig een valk uitverluchten. Nee, dat kan gewoon niet hier. Alle poppetjes kom je allemaal nog in één keer tegen bij de uitgang. Oh,
Hey, kijk eens wie we hier hebben. Ik heb zin in een snackie, man. We hebben gewoon... een snackie, man. Ja, daar had ik al zin in. Kijk eens even. Ik was in een snackie. Ja, ik ben fan van jullie parodies. Ik ben iemand die fan is in ieder geval. Doe even de Vekoma liedje. Nee, dat moet ik wel zien. Even doen. Je hebt het voor Vekoma opgetreden. Je gaat mij zeggen dat je optreedt bij Vekoma. Dat geweld. En nu ga je je schamen omdat het hier op de vlog staat. Ja, dat kan toch niet? Van, ja, soort van. Dit wordt door meer mensen bekeken dan bij Vekoma. Dat weet ik zeker. Ja. Maar komen er nog meer parodies of niet? Dit jaar denk ik niet meer. Ah, dat is wel jammer. Een paar weken dus, ik heb geen tijd meer. Ik ga naar Japan. Jazeker. Hij gaat natuurlijk een mooie rotsen bekijken en zo. Ja, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Ik wou net zeggen, jij maakt echt 10 reizen per jaar, Twan. Van mee. Hoeveel kennis heb je nu dan? 1059. Oh, 1069. Oh, 1069. Ja, die ene, hè? Dichtbij. Ja, niet heel dichtbij, in Lingen. Maar morgen 1060 dus. Ga je ooit een keer Jos inhalen, denk je? Misschien. Maar vraag, hij moet ergens zijn nog hier, man. Ja, wel lastig, voor nu een paar jaar. Met Erwin. Met een beetje Erwin druk in de tijd. Ja. Oh, die Erwin. Moet jij hem rijden? Ja, dat hoop ik niet. Ja, niet op die manier. Ik rij hem wel, maar niet op die andere manier. Mag hij willen? Ja, mensen, en ook hiermee sluiten we dus ook alweer de Fright Nights vlog af van 2024. Ja. We hebben nog helemaal niet onze mening over Bilo verteld. Nou, het was gewoon weer 100. Tenminste, ja. Ik had 100 ervaring. Ik blijf het gewoon een van de mooiste spookhuizen vinden. Vooral heel uniek met al het water. Wat trouwens opvallend hoog stond deze keer. Ja. Echt heel hoog water. Ik denk dat ze daar echt wel iets mee hebben gedaan. Of en dat ik ben... een foutje, maar ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja. Ja, dat kan ook. Ja, ik vond het ook wel goed. Maar ik er is dus altijd... Ik ben ook nat erin geworden. Ik werd gewoon nat. Ja. Ja, ik ben dus ook nat geworden. Ik heb dus onder mijn jas heb ik dus gewoon een t-shirtje aan vandaag. En dan moet je in dat pak en dan loop je dus in je t-shirt. En op een gegeven moment kwam er eens een scare met een scare act en ik ben zeiknat geworden. Ik was er nooit zo nat geweest. Ja. Maar Lars die moest voorop lopen, er moet altijd iemand voorop lopen in het spookhuis. En dat is toch altijd wel, je zou denken dat het engste voorop lopen in het spookhuis, maar je mist heel veel scares. Ja. Dat was in Toverland was dat ook al het geval, maar heel veel scares gemist. Ik heb in Bilo misschien 1-2 scares gehad. Ja. Dat is echt heel weinig. Je had niet zo'n goede ervaring. Nee, ik heb gewoon een slechte run gehad, maar dat heb je gewoon af en toe tussen zitten. In de villa en als versus you hebben een hartstikke goede run gehad. Oh ja, zeker. Ja, maar we hadden drie toen waren we alle drie wel eens een keer de lul, ja. Ja, verder weinig attracties gedaan. Nou ja, we hebben wel de Goliath kunnen doen. We hebben de Merlin's Quest kunnen doen. Maar je moet je met de Fright Nights moet je echt Merlin's Quest... Zie ik het weer verkeerd, hè? Zo jammer weer. Merlin's met je castle kunnen doen. Ja. Nou goed, ja. Die, voor de rest jongens, ja, je moet hier niet, als je naar de Fright Nights gaat, je moet je niet focussen op de achtbaan hier, je moet je echt focussen op de Fright Nights. We hebben het ook gemerkt, we hebben vandaag maar 3 spookhuizen gedaan van de 8. Normaal gesproken doen we ze echt allemaal, of proberen we ze zoveel mogelijk te doen. Maar en de prijzen en de drukte. En ik heb en, sommige huizen hebben ondertussen hier wel gezien. Ja. Sommige huizen hebben hier inderdaad echt wel gezien, dat was in Toverland ook, jaar op jaar hetzelfde. En ik vond het ook wel weer een keertje chill, want met die rippassen, met al die experiences bovenop, waren we altijd de hele avond aan het rennen. Dan hadden we iets meer tijd om ook die scarezones te kijken. Iets relaxter, iets meer tranquilo, wij worden ook een jaartje ouder. Hij ondertussen al 30, dus we hebben die rustpauzes nodig. Ja. Zou dat het zijn? Nee, maar inderdaad, het was inderdaad wel wat je zei. Zo, zeker Eddie's Festival of Freaks, dat is echt wel even een gebied waar je eventjes gewoon even een beetje kan chillen, weet je wel. Ja, een beetje kijken. Ja, je kan daar echt wel even een uurtje jezelf vermaken, maar ja, zo'n vrijdagavond duurt maar 5 uur. En dat is zo voorbij. Ja, dat is zo voorbij. Zeker als je alle spookhuizen wil doen, alle scare zones wil zien. Als je ook nog moet wachten voor de spookhuizen, je bent gewoon lang bezig. We hebben vanavond ook echt gerend, uiteindelijk toch nog, om dan toch nog alles te kunnen zien. En dan hebben we dus lang nog niet alles gedaan. Nee. Dus ja, al met al, hele leuke dag weer gehad. En ik blijf het gewoon het beste Halloween evenement vinden, Fright Nights. Voor dit jaar ook gewoon weer. Zelfs dus, nadat we in Amerika zijn geweest, zeg zelfs dat, ja. Was ook heel goed, maar dit blijft toch wel het Halloween evenement, vind ik, vinden, Fright Nights. En ze hebben nog veel meer hier ook natuurlijk. Ze hebben ook natuurlijk nog de Dinner Experience, hebben we vorig jaar gedaan. Als je dat wil zien, moet je even de vlog van vorig jaar kijken. En al onze mening over alle spookhuizen kun je daar ook vinden. Ja. Dit was het voor dit jaar. Ja, nu is het weer een jaar wachten. Ja, weer een jaar wachten. Wij mogen nog een keer terug met abonnement, maar ik weet niet of we dat filmen gaan. Misschien dat het nog misschien ergens een keertje in de planning, in de planning even maar. Ergens wat proppen. Want het is echt lastig, jongens, want we hebben zoveel op de planning staan. Dus er komt ook nog heel veel aan. Nou, nog even één keer over Amerika. Zien jullie ook volgend jaar?
Zullen we gewoon nog één keer die trailer in gooien? Nog een keer, ja. We kunnen daar nog één keer in afsluiten. Als outrootje. Na de endcard. Na de endcard, ja. Dus wil je hem nog een keertje zien? Of spoel even terug, kan ook. Wordt heel spectaculair, jongens. Dit is zeker ook niet het laatste Halloween evenement. We gaan nog door. Maar waar dat zou zijn, dat zien jullie weer in de volgende video. Dus doe even een duimpje omhoog. Abonneer even. Is het daar al tijd voor? Ja, of niet? Ja, het park is al dicht. Ja, we zijn weer de laatste die het park uit gaan. Ah, nee, wesp! Waar? Ai, nee. Wesp op mijn ik wil weg. Waar is hij? Is hij weg? Kom nu tot leven, van New York naar Vegas, het avontuur is gegeven. Achtbanen vliegen, de wind door ons haar, onze droomreis wordt eindelijk waar. Eindelijk vervullen we onze American Dream. Pretparken bezoeken met een waanzinnig team. Van Disney tot Six Flags, de lol is enorm. Samen op avontuur, dat is onze norm. Parken, de ritten gaan snel. Hamburgers eten en lachen als een stel. Herinneringen maken, dit is ons moment. Met vrienden voor het leven zoals iedereen kent. Eindelijk vervullen we onze American Dream. Pretparken bezoeken met een waanzinnig team. Van Disney tot Six Flags, de lol is enorm. Samen op avontuur, dat is onze droom. Oh,